Ja, want jij hebt de S5 en dat is helemaal een drama. Ja, het is nou echt, het is nou afgelopen. Nu gaat het drama uit, morgen wil ik een iPhone. Komt een iPhone. Ja, ik ben er klaar mee. Hoe kan je nou echt alles staan? Ik kan er niet meer mee bij. Ik heb een jaar, een telefoon van nog een jaar oud. Gewoon een flagship telefoon. Paul, ik geef je nu even 30 seconden de microfoon. Mag jij even ranten op de S5, oké? Okay? Komt-ie. Ja, nou, er zit zo'n klepje op om het water dicht te maken. Er zit een klepje op, hè? Ja, perfect. Ik krijg allereerst niet open. Krijg hem open, dan gaat hij binnen 2 maanden gaat hij eraf. Dan breekt hij af. Waardoor je telefoon niet meer waterdicht is. Nou, dat is perfect. Dat maakt me niet uit. Kwijtschelen. Dan hoef ik in ieder geval niet meer dat dingetje te pulken. Maar wat blijkt... Na 2 maanden kan je er bijna niet meer mee bellen. Ben je gewoon niet meer verstaan. Oh, je kan, als je mij belt, kan ik jou fantastisch verstaan. Maar je kan mij niet verstaan. Dat is 2. Ja? Dan heb ik nou net Android Lollipop erop. Dat is best wel, een mooi besturingssysteem, toch? Waar het toch wel over uit. Mooi. Maar goed, deze telefoon van nog een jaar oud, die wordt er gewoon langzaam van. En nog, er zit ook nog eens een bug in. Ja, ik ga gewoon even door. Ja. Dat mijn telefoon de hele tijd overschakelt van wifi naar mobiel netwerk. En weer terug. Waardoor mijn telefoon, nou, wat zal het zijn, binnen 2 uur leeg is de hele tijd. Dus ik moet hem 3 keer per dag opladen. Don't be a wall hugger. Sorry. Get ultra power saving mode and interchangeable battery on the Samsung Galaxy S5. En mijn databundel gaat eraan. Ja, het is een verschrikking. Ik vind het echt. En ik ben, ja. En dit zijn dan de kleine problemen. Nee, dat waren wel een beetje de grote problemen. Maar ja, een telefoon van een jaar. Ik doe er helemaal niks raars mee, hè. Kijk, jij flikkert die telefoon overal op en die gaat op de grond en je legt hem in water en gooit er bier overheen. Ik niet, ik leg hem niet eens in de kroeg op tafel. Er zit gewoon netjes in mijn zak. En bij mij gaat het kapot. Ik doe er echt niks raars mee. Dat is dus de fingertouch die jij mist. Ah, lul toch niet uit je nek, zeg. Met je fingertouch. Je bent gewoon een lucky bastard. Terug naar de S6, jongens. He, dat zijn jullie het vooral met Paul eens? Laat het even weten. Like het als je het met hem eens bent. Ik zeg, ja, duimpje op. Nee, gewoon niet liken, gewoon kijken. En gewoon applaudisseren als je mij voorbij ziet lopen. Daar gaat het om. Ik heb gewoon gelijk. Maar er zijn er iets moois van. Maar dat is wel leuk, want dames en heren, jullie hebben dus een exclusieve... review kunnen jullie maken naar aanleiding van onze film. Oh, je kan... Hè, hoe bedoel je dat? Nou, ik ga hem dus nu zo laten zien aan jullie. De film? Die starten we nu in uitbuiken. Oké, nou doen. Ik ga er even voor zitten. Chips erbij.